Mijn passie dat is zeilen, omdat iedere zeilreis nooit hetzelfde is. En dan moet ik altijd denken aan mijn jonge jaren, dat ik misschien toch een beetje onvoorbereid, zonder goed op de kaart gekeken hebben. Zonder goed te kijken naar hoe hard de wind waait. En dan kom je later achter als je daardoor overvallen wordt. En dan ga je van tevoren toch meer over de risico's nadenken en jaren beter voorbereiden. Zeilen is natuurlijk een sport waar ten eerste veel passie in zit, maar waar ook vrijheid in die koers in zit. Waar ook risico's in zitten, voorbereiding in zitten. En eigenlijk komen al die elementen ook terug in de ruimtemakers. En als je al die elementen goed onder controle heeft, dan kun je uiteindelijk een veel betere continuïteit waarborgen voor je onderneming. Zeilen, dat is een teamsport ook vaak. Doordat je het met elkaar doet, kan je tot betere prestaties komen. Zo moet je dat eigenlijk ook in een onderneming zien. Daar heb je management en medewerkers. En je hebt iedereen nodig om uiteindelijk tot een optimaal mogelijke continuïteit van je onderneming te komen. Naar de MBOB-onderneming wil ik eigenlijk dezelfde belofte maken dat ik eigenlijk vol passie zoals ik met zeilen ben, wil ik eigenlijk precies ook naar de onderneming zijn. 100 maximaal inzet om door middel van jouw kennis en inzichten zijn onderneming verder te brengen. Ik denk dat je met ruimtemakers aan de slag moet gaan, omdat ruimtemakers toch op een heel andere manier risicomanagement in kaart brengt. Niet op de ouderwetse status manier met lijstjes en vinkjes, maar gewoon door middel in dialoog gaan met elkaar. Proberen problemen te onderkennen en die op schrift te krijgen, zodat we die gewoon met een heel team kunnen uitvoeren.